Goedemorgen jongens. Oh, welkom bij een nieuwe video en een nieuwe dag. Wow, yo. Wow, yo. Deze puist. Oh, die voel ik nu letterlijk opkomen. Oké. Weer zo diep geslapen. Last van volle maan. Ik geloof echt in die shit. Ik meen het. En echt emotioneel wakker geworden, man. Mason is vandaag 5 jaar geworden. En ik zat vannacht door mijn foto's heen te gaan. En tuurlijk, het is mijn eigen kind niet, hè. Maar dat is wel echt een kind wat een tijdperk in mijn leven heeft meegemaakt. En vooral met die meiden en zo. Gewoon waar je echt... Waar ik voor mijn idee het meeste mee heb gemaakt in mijn leven tot nu toe. En dat is echt gewoon allemaal met Mason geweest en zo. En dan ga je door je foto's heen en dan zie je Mason opgroeien. En ik ben helemaal nooit normaal als mensen dan tegen je zeggen van... Oh man, wat was je klein, wat gaat het snel en dit. En dan dacht ik altijd, jezus wijf, hou je bek of zo. Maar nu kan ik dat zo begrijpen, jongen. Mason wordt zo groot. En dan kijk je door je foto's heen en dan denk je echt... Oh, toen en toen. En oh, dat was toen met die periode. En zulke mooie dingen. En zoveel veel dingen of zo. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar gewoon de tijden en zo. De dingen veranderen zo erg de laatste tijd voor mij. Het is echt bizar. Alles wordt zo serieus in het leven. En... Het is gewoon echt niet meer al die gekkigheid van toen. En ik heb zo'n moeite om dat allemaal los te laten. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik bedoel, ik heb nog precies dezelfde vriendinnen. En nader ook niet hoor. Er is ook wel heel veel veranderd natuurlijk. Ik heb gewoon zeker heel veel vriendinnen die ik niet meer spreek. Maar dat is ook gewoon prima nu, weet je wel. Eerst was dat altijd iets om je heel erg druk over te maken. En dat je ruzie met die en ruzie met die en dat en dat. En dat heb je gewoon niet meer. Je hebt vrede met iedereen. En je kijkt anders naar dingen. Als wat je toen deed. Nu heb je geen strijd meer. En maakt het allemaal niet uit. En mensen om je heen krijgen allemaal kinderen. En je gunt iedereen gewoon het geluk. En ja, je wordt echt ouder, man. Ik zeg je eerlijk. Het laatste jaar ook zoveel geleerd. En... Het is zo gek wat er gebeurt, maar ook wel weer heel mooi. Ja, ik kan echt zeggen dat ik wel echt midden in die fase zit van echt leren hoe je met dingen moet omgaan. Anders kijken naar dingen. En echt beseffen wat je hebt in het leven. En, maar ik ben wel echt een hele erge nadenker en pieker. En vannacht had ik dat echt... Even heel erg. En dan word ik vanochtend wakker. En dan heb ik Macy aan de FaceTime en zo. En dan mis ik dat ventje ook gewoon. En dan... Weet je, dat zal niemand kunnen begrijpen natuurlijk. Die mij niet kennen. En, maar je hebt zo'n sterke band met dat jongetje. Dat is echt bizar. En ja, hij is natuurlijk ook... Dat zei ik laatst ook tegen Kel van... Kijk, als ik bijvoorbeeld nu een kind zou krijgen met Jeffrey, dan wordt dat natuurlijk in een hele andere fase opgevoed. Dus dan gaat dat veel meer... ja, hoe kan ik dat uitleggen? Dan is dat natuurlijk heel anders, omdat ik nu zelf ook veel volwassener ben als Kel toen, weet je wel? Toen was het natuurlijk allemaal... Mees ging overal mee naartoe en... Hij was er altijd bij, gewoon bij ons en zo. Dus dat is echt iets speciaals, weet je. Dat is Mees is gewoon jong was hij erbij. En altijd gewoon
Mijn schatje. Oké, ik wil niet helemaal hier een emotioneel verhaal gaan vertellen. Maar het is wel gek allemaal, jongens. Het leven is af en toe heel gek. En ik ben daar wel echt heel erg mee bezig de laatste tijd. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel fijn om ineens boeken te lezen. Nou, de mensen die me volgen op Instagram, die merken denk ik ook wel dat ik de laatste tijd veel quotes plaats. Ik weet niet wat het is met die quotes, maar het is best wel fijn om iets te lezen wat daadwerkelijk bij jezelf, wat je bij jezelf voelt of gebeurt, weet je. Want dat is meestal met die quotes. Een soort bevestiging van een mind ding, happiness, positief vibe in het leven. En dan vind ik dat heel fijn om te lezen, want dan heb je het idee dat je niet de enige bent die het doormaakt of zo, weet je wel. En ja, ik vind de laatste tijd sowieso wel echt. Bijvoorbeeld, ik keek laatst iets van Tiger Elise. En gewoon wat meer real talk, serieuze dingen. Niet alleen maar wat je hebt gekocht. Of hoe vaak je uit eten gaat. Of vakantie dit, vakantie dat. Weet je, al die Instagram wijfies met al die neppige shit. Weet je, nietjes wat het lijkt. Gewoon echt niet hoor. Dat moeten mensen echt niet vergeten. En daar heb ik steeds meer het besef van. En dat is steeds meer wat je niet meer echt interesseert of zo. En dan ga je ineens naar hele andere dingen kijken die je wel interesseren. En dat zijn bij mij echt gewoon de real dingen, weet je. Ik vind het heel fijn om documentaires te kijken over mensen hun leven. Dat vind ik zo interessant. Dat boeit mij zo erg. Omdat ik dat echt dan vet kan begrijpen of zo. Nou ja, dat wilde ik even vertellen hier op de... Welke dag is vandaag? Donderdagochtend. Nou, ik ga nu... Moet mijn bed uit. Ik ga sporten. Het regent alleen. En ik moet op de motor. Dus wish me luck. Oké, jongens. Willen jullie even lachen? Ik dacht, laat ik maar gewoon naar de zaak lopen en een auto pakken. Sta ik daar, zijn alle auto's weg. Nou, dat is echt nog nooit in de 5 jaar gebeurd. Dus ik kon niet naar mijn sporten toe. Maar ik voelde me zo kut. Want ik dacht, nee man, ik wil echt... Ik was me helemaal aangekleed en alles. Ik dacht, fuck it. Ik ga rondje Bosman doen. Dus, ik ga nu beginnen. Dit heb ik echt wel een hele lange tijd niet gedaan. En het regent. Ik heb een regenjack van Jeffrey aangedaan. En ik ga ervoor. Ik ga lekker even muziek in mijn oren. Gewoon, ik vind het ook echt even lekker. Even mijn gedachten op nul. Zero. Yes. Hij deed het. Niet gestopt. Vol regen. Trots, Pochi. Lekker. Lekker even. Muziek hard aan en gaan. Oh, heerlijk zo. Even lekker in je eentje. Top dit. Oh, echt zo stom, jongens. Ik had echt mijn haar in een knot moeten doen. Het is helemaal in die jas, is mijn hele haar gaan zo gaan heen en weer gegaan. En nu heb ik echt van die kutklitten in mijn haar. Dat wordt echt één drama nu. Dus ik ga echt een volle pot masker in mijn haar stoppen. Jongens, dit is echt ellende. Dit wordt één drama. Oh, ik heb echt van die kutklitten nu. Wat een gezeik. Hé, even dit ding... De telefoon glijdt elke keer weg. Heel erg irritant. Ik ga dus nu... Oh, dan gaat hij weer, zie je? Schijnt zo. Blijf staan. Stay. Stay. Yes. Stay. Oké, ik ga nu dit helemaal in mijn haar doen. Want het wordt pure ellende. Hele jasje is nat ook. Oh, mijn AirPods zitten nog in. Helemaal nat ook. Scheiße. Oké, ik ga het nu in mijn haar doen. Dit wordt echt dramatisch. 1 klitten kutzooi. Ik zit ook echt te filmen met mijn oordingen nog in.
masker is echt een soort klei. Zo. Oké. Nou, ik heb het masker helemaal erin laten kammen. Dus mijn glitters zijn eruit. Ik ga nu lekker douchen. En alles eruit wassen. En alles opnieuw feunen. Dat is wel echt altijd een pokkenwerk. Maar goed, we hebben het ervoor over. Oh, kijk eens wat mijn vriendin heeft meegenomen. Dit is zo fucking lekker. Hi, baby. Hallo, jongens. Oké, ik ga even nu mijn shutters doen met dit geval. Het ligt al best wel lang in de kast. Ik heb het al een tijdje gekocht. Maar ik dacht, laat ik eens even het stof van mijn dingen doen. Maar ik weet even niet hoe dit moet. Even kijken, jongens, hoe dit werkt. Hoe zet ik dit in elkaar? Je hebt een grote en een kleine. Nou, dit moet er zo in, denk ik. Ik moet even kijken hoe dit werkt. Ik ga de grote gebruiken. Zo. En dan zo. Denk ik. Gaat dit nou weer erin? Zo? Nee. Oh, er moeten ook gewoon echt batterijen in. Jezus, ja, dat heb ik niet. Oh, dit ding dat gaat gewoon beweging maken. Dat draait ook. Stuk. Ik ga helemaal stuk nu. Kut, nu heb ik geen batterijen. Oh, dat vind ik echt kut. Ik wou het echt gaan gebruiken nu. Nou, oké, dan houdt het op. Ik moet batterijen kopen die ik niet heb. Dus, maar ik ga het wel doen. Ik ga wel zonder dat. Ik ga gewoon zo erlangs. Want het moet echt schoon worden gemaakt. En dan doe ik het gewoon zo. Ik krijg het scheid. Echt een issue van Bochy the Life. Niet van mijn gezicht kunnen afblijven. Kijk maar, mijn hele kin is weer rood. Als ik eenmaal begin te knijpen, jongen, dan knijp ik echt alles eruit. Oké, ik ga met mijn krilspeld nu zo. Het regent natuurlijk weer. Ik ga Bobby even uitlachen. Heb ik eigenlijk verteld dat Bobby ook jarig is vandaag? Nee, ik heb het alleen over Mason gehad. Mijn eigen kind is ook jarig. En ik dacht dat hij 9 was geworden, maar hij is 8 geworden. Waar ben je, Bob? Oh, kijk nou, mijn baby is jarig. Kom maar, schatje. Oké, voordat ik bij Ferry Spoorie ga eten, ga ik jullie even mijn nieuwe items laten zien die ik van Chiquelle binnen heb gekregen. Dus ik sta nu in mijn BH, maar ik ga alles even aandoen. Ik heb trouwens ook nieuwe oorbellen in. Kijk, hoe schattig is dit. Ik heb weer even mijn gaatjes doorgeprikt, letterlijk zelf, want ze waren al bijna dichtgegroeid. En die kleine van hier, die is in de wasding gevallen. Dus die kan ik even niet terugvinden. Dus het is even aan de ene kant zo en aan de andere kant zo. Oké, ik ga even die dingen aantrekken van Chiquelle. Oké, we hebben hier een wit vestje. Zo is het mouwtje aan de onderkant strak. Deze kant vice versa. Geripte stof, heel erg soft is deze. Wel zacht stofje. Ja, quality is natuurlijk weer amazing. Dan deze paarse vestje. Dit is dunnig. Ook een beetje geript. Dit is wel echt een beetje, zeg maar, strandachtig stofje. Dus echt heel dun, maar I love the color. Het is een beetje gekropt en aan de achterkant is het dan wat langer. Aan de voorkant zo kort. Dan weer een vest groen. Dit is wel weer een warme, dikke stof. En ik hou van deze kleur bij mijn haar. I love it a lot.
Zo, dit is ook weer een beetje kort, want ik heb nu een hoge broek aan. Kijk, hier zit mijn navel. En dan is de achterkant zo. Dit is dus wel echt een wollen dikke stof. Helemaal leuk met deze knoopjes. En als laatste deze crop top col. En dus deze valt zeg maar tot hier. Crop top colletje in de nek. Echt een heel lekker stretchy stofje. Normaal als ik een colletje aan moet doen, dan moet ik echt helemaal zo... Dan word ik bijna gestikt. En deze kan je echt heel makkelijk uittrekken. Die stof is gewoon weer mega. I love Chiquelle echt sowieso qua kwaliteit en stof en alles. Altijd dat geripte vind ik echt geweldig. Dus ik ben helemaal blij met dit. Check even in de beschrijving onder deze video mijn kortingscode. Als je iets bij Chiquelle bestelt, is het binnen... Na 1 à 2 dagen binnen en je kan gewoon gemakkelijk via iDeal betalen. Ja, ik ben gewoon elke keer weer blij, zoals wat ik ook elke keer weer zeg. Oké, ik ga nu uit eten. In dit putje is mijn oorbel gevallen. Kutzooi. Maar ik weet niet hoe ik dit los krijg. Ik krijg het niet. Nee. Eet smakelijk, mam. Ja, jij ook, is goed. Een hele goede middag, bijna avond. Welkom bij een nieuwe dag. Oké, we hebben al heel de dag gewerkt. Ja, hou van een cv. Ik ben nu even lekker een grietfiletje aan het eten met ananas en garnaaltjes. Lekker, hebben we wat buiten de kaart. Dit hebben we buiten de kaart op. Dus, nou, en dan gaan we gewoon weer even werken en zo en zo en zo. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ik heb gisteren wel echt een hele leuke avond met mijn moeder gehad. Het was echt, het is altijd gezellig bij mijn moeder hoor. Maar we hadden gisteren echt even diepgaande gesprekken. Dus, ja. Misschien ga ik jullie eerdags wat leuks vertellen. Goedemiddag. Het is inmiddels 1:30 en, gisteren ben ik onverwachts nog even de stad in geweest. Waarom? Why? Why I don't have a rem in my life? Waarom moet ik altijd helemaal zappen? Het is ongelooflijk bij mij. Nu voel ik me zo beroerd. Het mascara zit echt nog in mijn hoofd. Weet ik veel allemaal. Weet je wat ik denk? Ik denk ga doen. Ik denk. Ja, ik denk wel dat ik het ga doen. Een rondje bosbaan rennen. Ik weet niet. Ik heb zo'n idee dat ik me daarna wat beter voel. Ik voel me nu echt verschrikkelijk. I cannot anymore. En het slaat echt nergens op. Want het was letterlijk 2 uurtjes. Want alles gaat natuurlijk vroeg dicht. En je kan alleen zitten, weet ik wat. Maar dan zit ik en dan denk ik, ja, als ik nu geen drankje drink, dan verveel ik me de pleuris. Dus dan gaat er goed wat in die 2 uur tijd. Oh, ik voel me nu zo slecht, jongens. Het is echt heel erg. Oké, goed. Ik ga trouwens helemaal, nou, niet stuk. Het is echt heel erg. Maar mijn oom, die is gisteren door een wesp gestoken in zijn lip. En die heeft letterlijk in het ziekenhuis moeten blijven slapen vannacht. Hij had en heeft nog steeds zo'n gezicht. Het is echt niet normaal als je dat ziet. Ik zet hem te schande als ik het nu laat zien, maar het is echt niet normaal door een wesp. En het is heel gek, want hij was dus 2 maanden geleden gestoken in zijn knie. En hij is niet allergisch, maar ik zeg, dit is echt niet goed, ouwe. Helemaal opgezet. Echt erg, man, wat zo'n wesp kan doen. Ik haat die beest ook sowieso tot de dood. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb echt een zware angst voor wespen. Maar zo zie je maar dat het ook echt link kan zijn. Hè? Hij moest gewoon blijven in het ziekenhuis. Echt een nacht gewoon moeten slapen. Helemaal lijp. Oké, dus dat... ik ga even lekker mezelf klaarmaken. En dan misschien dat Jeff wel even mee een rondje gaat hardlopen. Ik denk het niet. Die ligt nog in zijn nest te rotten. Maar ik ga het even aan hem vragen. Ik ga het wel doen. Let's do this. Nou, we zijn er hoor. Ik ben alleen toch een partij misselijk. Boah.
echt bij mij een beetje weer verkeerd gevallen dit vannacht. Oké, maar ik ga gewoon nu rennen. Zweet ik het eruit. Alcohol is vergif, jongens. Geloof me. Puur vergif voor je leven. Lever, leven. Bye. Oké, jongens. Bootje is er weer. Ik heb lekker gedoucht. Twee guppy opgedaan en ga met die banaan. Ik heb nu trouwens een tee-dress aan van Fallon Amsterdam. Hier staat hier aan de achterkant ook. Ik moest even een Instagram swipe-up kortingscode. Je kent het wel. Ik ga nu mijn werkkleding aandoen en dan gaan we ervoor. Yes, zin in. Not. Oké. Het is 1:30. En ik ben lekker mijn katervoer aan het eten met Deempie samen. Jawel, Deem, jij eet ook. Deem, je wil niet laten zien dat hij eet. Je eet. Ik zit er zo van te genieten. Heel zout hier ook. Hij heeft chili met mayonaise gemixt. Vind jij het erg als ik zo weer erin loop? Ja. Vind je niet vies van me? Corona. Deem nu spiemels te eten. Ik heb trouwens echt een tik. Ik weet niet wat het is, maar ik heb altijd dat ik mijn gasfornuis afga om te checken of het zeg maar niet aanstaat, dat het gas eruit loopt. Ik heb daar zo'n verschrikkelijke tik mee. En het idee ook, ik woon dus in een flat. Ja, ik ben echt zo'n... Sorry dat jullie me even niet meer zien. Ik ben natuurlijk al zo'n doordraaiende denker, maar het idee... Dat gewoon iemand in deze flat dat vergeet of zo. Dat lijkt me echt. Als je daar zeg maar te lang over na gaat denken, dan denk je echt, oh my god. Straks laat iemand een gasfornuis aanstaan. What the fuck. Ik check dat letterlijk altijd als ik er langs loop, zit ik aan die knoppen. Het is echt een tik. Oké, het is ook echt een tik dat het nu inmiddels bijna 2 uur is en dat ik letterlijk... al een uur naar mijn telefoon staat te kijken en nog steeds mijn jas aan heb. Dat is echt ook iets als ik moe ben en geen zin heb om me uit te kleden. Maar ik ga het nu echt doen. Bye. Goedenacht jongens. Het is inmiddels 4:30 of zo. En ik ga trouwens echt dood op mezelf. Want ik zit dus net even mijn reacties te lezen onder mijn vorige video. Over dat ik uitleg... over het fit zijn. En dan zit ik net lekker kaasstengels te vreten. Vannacht alcohol te zuipen. En dat bedoel ik dus hoe ellendig je je dan kan voelen. Ik kan niet eens pitten. Ik heb nog pijn in mijn buik en maag. Dat bedoel ik dus. Maar ja, dan gaat het soms even schietje even uit de slof natuurlijk. Hè? Dat is life. That's life. Het kan niet altijd zijn zoals je het wilt hebben allemaal. Maar goed. Ik ga nu echt proberen te slapen. Ik zit echt met die flits van mijn telefoon op mezelf te shinen. Wat rusten jongens. Bye. Morning. Morning. Het is al 2:30. Maar ik was wel vroeg wakker. Ik heb even vanochtend... deze vlog alvast geëdit. Dus dit is allemaal nog extra wat erbij komt. Ga ik even met Jeffrey ergens wat lunchen. En dan moet ik daarna werken. So, that is my day at Sunday. You know. Ik ga even bedenken waar we wat lekkers kunnen eten. Dit is trouwens echt de lekkerste zondagbroek die er bestaat. Van de Topshop. Zo'n chille broek. Top, top. Bootje, top. Mirjam. We zitten nu lekker bij mijn schatje te eten. Hi, schatje. Zo dan. Oh, slaapgevallen. Let's go to work now.
Goedemorgen jongens. Oké, ik ga nu deze vlog editen. Volgens mij, voor mijn idee, zien jullie alleen maar goedemorgen dingen. En dat mijn gezicht gewoon zo is. Ik heb heel veel in de morgen gefilmd. En ik heb heel veel geluld in deze vlog. Dit was mijn situatie trouwens vannacht. Let op. Ik was drijfnat wakker geworden. Dit was helemaal nat. Tussen mijn benen. Oh, druppels. Dat was niet normaal. En toen ben ik verder gaan slapen op deze handel. Oké, dat was eigenlijk het verhaal wat ik wilde vertellen. Ik ga nu even deze vlog editen. En dan ga ik hem ook daarna afsluiten. Mijn vlog is klaar. Dus ik ga hem afsluiten. Thanks for watching this video. Vergeet even niet een duimpje omhoog doen als je hem leuk vond. Sorry van mijn vele gelul. Volgens mij is het een beetje een saai vlog. Maar ja. Ik weet soms ook niet meer waar ik over moet vloggen, jongens. Want we doen niet meer zo heel veel. So that is the end of the story then, you know. Bye, bedankt voor het kijken. Jullie zien mij van de week weer. Doei!